Minim Liam Huis uit Vlamertingen, die dit jaar bij de 9 jaar gerecht, die staat er al links. En dan moet ik ook nog de naam van de aspiranten meegeven. Dat zijn Nathan Kastelen uit Hollebeke. Mag eens naar het publiek zwaaien. Ja. Dit jaar laat jaar aspirant net als Guus de Wolf uit Stavelen. Dat is de broer van Stan de Wolf, jawel. Bruno Forest uit Zandvoorde. Eerstejaars aspirant, zijn broer heet ook bij deze club. Dat is Arend, de junior. Bruno Toredam. Zijn broer zien we straks ook nog. Rune is laatstejaars aspirant, net als Miel Verschuren uit Westouter. Ik wil even zeggen dat Rune Forest en Miel Verschuren dat die dit jaar beginnen te koersen. Perico de Vever uit Vechten. Ja. Michiel de Jonge, een complete nieuweling uit Sint-Jan. Langemarkt naar Dieter de Poorter. Ook een nieuwkomer, eerstejaars. Sander Heijsens uit Westouter. Is ook eerstejaars en volledig nieuw in het wielrennen. Dan hebben we tweedejaars Birger Rosseeuw uit Kuurne. Hyperling Lucas van Brabant. Die is net als Colin van Rentergem, tweedejaars. Jens Bruneel uit Loker. Arend Jomme uit Abele. Linder Tero uit Poperingen. De Rodjan Die uit Poperingen. Arend Forest uit Zandvoorde. Jarne Jaak uit Zellebeke. Aerologie uit Ringelst. Nordine Ranson uit Brugge. En dan Simon Toré, hopelijk is hij wat sneller in de koers dit jaar. Laten we ook nog even één voor één voorstellen. Ruben Bisschop uit Woesten. Eerstejaars, net als Louis Borgo uit Hoogleden. Thibaut de Grijze uit Woesten. Bram Dully is geen eerstejaars meer, een doorgewinterde elite renner van het contract uit Ledegem. Elias Duro is dan weer een eerstejaars uit Poperingen. En dat Elias. Dan hebben we Dieter Liefhoven uit Hollebeke. Elite renner van het contract, komt over van de Gentse Velosport. Joachim Roelens uit Staden, elite renner van het contract. En dan nog een eerstejaars belofte, Robin Rosseeuw uit Kuurne. En Bo van Vieveren uit Stavelen. Eerst is hun belofte in het eerstejaars. Zijn ploegmaat Siebe van Hampelaren, de eerstejaars uit Poperingen, die is afwezig. De amateurs en masters van wielerteam Ieper, dat zijn Axel Boutrougier uit Passendalen. Die ook al jaren bij wielerteam Ieper aan de slag is. Ja. Domin Klaas uit Staden. Robert Cornelis uit Vlamertingen. Is hier niet. Christophe de Guit uit Veurne. En zijn broer Frederik. En tenslotte Frederik Liefhoven uit Hollebeke.